Hallo, wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag is het super mooi weer, zoals jullie zien. En daarom gaan wij naar de speeltuin De Hoge Neer in Etten-Leur. We gaan jullie daarin meenemen. Zij gaat samen met haar vriendje Bas gaan we daar naartoe. En we laten jullie zien hoe die speeltuin er dus ook eens uitziet. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet het dan al zeker niet te doen. Dat kan je inderdaad hier beneden doen in Nova. En wat is ook wel leuk wat mensen aan de kijkers al kunnen doen? Een blauw duimpje omhoog. Dus kom maar mee, we gaan lekker met de fiets die kant op. Dat kan niet goed, hè? Je kan er gewoon helemaal zelf op klimmen. Ja. Super gaaf. Hier stond vroeger een hele oude schuur en dat is ook de feestzaal waar Melissa en ik 6 jaar geleden getrouwd zijn. Is helemaal afgebrand, dat zien jullie ook, hebben jullie in de vorige vlog kunnen zien. Ik zal die in de rechterbovenhoek eventjes aan jullie laten zien, zodat je erop kan klikken. Maar toen reden we hier dus langs en toen bleek deze hele schuur dus in lichte laaien te staan. Maar goed, ik hoor al op de achtergrond een Nova gillen, want die wil spelen. Nou, inmiddels zijn we weer thuis. Nova die heeft zich ontiegelijk vermaakt. Eerst met Bas een vriendje. Toen kwam ze Milu tegen. Een kindje die ze van de kinderopvang kent. Kreeg ze zelfs van die vader nog een ijsje van. Nou, Nova is op dit moment gewoon lekker op de bank aan het liggen. Die is helemaal kapot van het spelen. Ik denk dat wij daar zo'n 4 uur tot 5 uur hebben gezeten op de speeltuin. Het is echt een ontiegelijk leuke speeltuin met horeca. Je hebt de wc's, je kan er gewoon wat eten bestellen, pannenkoeken enzovoort. Dus zeker voor de mensen die de speeltuin niet kennen en aanraden om een keer naartoe te gaan. Wij zijn er regelmatig te vinden, omdat natuurlijk bij een mooie dag zoals vandaag is het ideaal om even je kind lekker te laten spelen en tot papa en mama op het terras even lekker een drankje kunnen doen. Ik wil jullie bedanken nu alvast voor het kijken naar deze vlog. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dat zeker hier beneden niet te doen. Laat een blauwe duim achter. En voor nu kan ik niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Zullen wij zo naar huis gaan? Ja. Ja? Ja, naar huis. Ja, dat dacht ik al. Yay! Zo, dan gaan we lekker naar huis, hè?